Vanavond in de proeverij. 8 schitterende jongens. Ja, op een proeverij zoek je altijd een balans tussen lief en zacht en hard en intens. En vanavond heb ik ze gevonden in deze. Ockentoschen, 12 jaar Lowland. Kijk eens, Scotty, wat we hier hebben. Een echte Ockentoschen. 3 keer gedistilleerd, de enige schot die het doet, uit de Lowlands. Zowel in bourbon als in oleroso. De Teeling from Ireland. Ja, Scotty, Ireland, dan weten we, is een zachte whisky. Maar deze heeft echt wel body met zijn 46%. World Cup's bourbon, allemaal nog aan de soft side. Harde kant, Old Ballantruan, peated en 50%. Een Island Storm, nieuw, net op de markt. We gaan hem proeven. En daartussen een 16 jaar oude eilander van de Isle of Jura. Wat een prachtige whisky. Ik was nog niet zo heel lang geleden op het eiland. En samen met een paar authentieke eilanders kwamen wij tot de conclusie. De lekkerste Jura, de 16-jarige. Jura's Own. En dat zul je proeven vanavond. En dan tussendoor een portpipe. Amerikaanse vaten en 8 maanden gerijpt in een portvat. Glenmorangie. Ook even leuk om te proeven. Dus we hebben rumvaten, we hebben portvaten, we hebben de Monkey Shoulder. De eindige whisky van de Glenfiddich Distillery met zijn 3 echte jongens erin. Glenfiddich, Balvenie en de Kinnenvee. Monkey Shoulder, dat is het RSI waar je constant aan het scheppen bent in het graan. Heb je daar een RSI van, dan heet dat de Monkey Shoulder. En daar hebben ze deze whisky naar vernoemd. Allemaal toppers. Een mooie avond. Dat gaat goed komen.